Accessoires zijn voor een airfryer enorm belangrijk. Het is net alsof je een andere pan op een fornuis koopt. Als je bijvoorbeeld wil gaan wokken, koop je een wokpan. Dat geldt ook voor de accessoires van een airfryer. Daarom hebben we verschillende accessoires op de markt gebracht voor de verschillende airfryer modellen. Voor de 7000 Serie XXL hebben we een extra groot bakaccessoire op de markt gezet. Bij dat bakaccessoire zitten ook kleine muffincupjes. Wanneer je een oven hebt, ga je een bakaccessoire alleen maar voor cake of brood gebruiken. Hier kan je ook met vloeistoffen gaan werken. Je kan dus daar pasta in bereiden, risotto in gaan maken, nasi in gaan maken, vis in gaan stoven. Je kan er zelfs een omelet in gaan bakken. Je hebt dus veel meer mogelijkheden met je airfryer. Dan hebben we ook een panverdeler op de markt gebracht. Die panverdeler zorgt ervoor dat jouw airfryermand in drie gelijke compartementen wordt verdeeld. Zodat jij aardappelen, vlees en groenten in de mix kan bereiden in één airfryermand. Het mooie van een airfryer is als jij met lucht eten gaat bereiden, spelen temperaturen bijna helemaal geen rol meer. Ook tijdens smelten in elkaar over kan jij heel vaak gewoon gelijktijdig in één mand gaan bereiden. Dan hebben we ook een wok op de markt gebracht. En die wok is voor te wokken. Hij kan je wokpan gaan vervangen. Je kan er dus noedels in gaan bereiden, rijst. Je zou met woksausen kunnen gaan gebruiken. Je kan met groenten gaan uh, werken. En zo kan jij door het speciale vorm in de wok, de bobbel in het midden... kan jij perfect jouw groenten omgooien. Als jij dus schudt met je airfryer, de noedels naar boven worden geslingerd... en zo heel netjes gaan mengen met de groenten en met de woksaus, als een traditionele wok. Dan hebben we ook een kleiner bakaccessoire. Dat kleiner bakaccessoire is meer optimaal voor de 5000 serie airfryer XXL, maar je zou dit ook voor de 7000 serie kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een cake te kunnen bakken. Nou, dan hebben we daar natuurlijk ook muffincupjes bij gedaan voor muffins, cake, voor soufflé's te maken. Dan hebben we ook een meerlaagse accessoire. Het meerlaagse accessoire is alleen maar gemaakt voor de 5000 serie XXL Airfryer, waardoor jij in lagen jouw maaltijd kan gaan opbouwen. Als jij daar bijvoorbeeld maaltijden in wil gaan maken, kan je dus op de onderste helft je aardappelen en je groenten gaan bereiden. Bovenop zou je op het accessoire je vlees en je vis kunnen leggen om zo een volwaardige maaltijd te maken. In principe kan je allerlei soorten bakvormen gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld keramieke bakvormen gebruikt, kan je daar bijvoorbeeld ook een lasagne in maken. Houd er wel altijd rekening mee dat keramiek langer de tijd nodig heeft om warm te worden. Een omeletje bakken gaat veel moeilijker hierin, omdat de keramieke vorm minder goed de warmte afgeeft. Daar zou je dus altijd een ijzeren vorm voor gebruiken. Je kan ook gietijzer gebruiken. Gietijzer is zwaar en je hebt ook hele mooie, uh, grote gietijzeren vormen. Deze kan je perfect gewoon in de grote airfryermand plaatsen. Want dat is het voordeel als je airfryer een grote airfryermand heeft. Ook taartvormen, springvormen, ijzeren bakvormen kan je gewoon gebruiken in een airfryer. Waar je mee rekening moet houden als je hem voor de airfryer koopt, koop hem. Maximaal 25 centimeter groot om hem in je airfryer te kunnen bereiden. Dan heb je ook kleine gietijzeren vormen, luxe muffinvormen, om kleine muffins te maken in allerlei vormen en maten. Je kan ook glas gebruiken, P-rex schalen bijvoorbeeld. Als jij op maat gemaakte schalen koopt, die kan je in alle maten kopen. Kan je ook P-rex gebruiken in een airfryer. Dan zijn er ook. Siliconen bakvormen. Je zag ze ook al in de muffinkupjes. Siliconen kan je in principe gewoon gebruiken. Ik ben daar zelf minder fan van, omdat siliconen flexibel is. Gaat je cake niet mooi strak egaal zijn. En siliconen heeft nog een nadeel: siliconen geeft veel minder warmte af. Dus als jij hier een cake in gaat bakken, ga je merken dat die minder krokant wordt en minder kleurt. Maar in principe kan je dus alle vormen gebruiken in een airfryer. Zo zie je maar dat accessoires heel belangrijk zijn voor een airfryer. Wanneer je accessoires hebt, is dat net alsof je een andere pan op het fornuis zet. Tover je echt van je airfryer. Een ware alleskunner. Heel veel plezier met koken.